moet open. Wel te laat, maar wel met goed nieuws. Jan-Willem moet nog even de natuur een antwoord geven, want de natuur die roept. Oh, wees niet bang, het gaat niet bloeden. Leuk, we hebben nog een beetje ambitie. Ambitie! Goedemorgen, we zijn weer op pad naar GP Montserrat. Ik ben ondertussen aangekomen bij de servicekoers. Het hek zit alleen nog wel dicht, maar de Beatmobiel die staat al klaar. Daar gaan we straks mee verder cruisen. Het is een lekkere dag vandaag. Strak blauwe lucht, heerlijke dag om parcours te gaan verkennen. Ik kijk er al uit om straks mijn ploegmaten te zien. En lekker te gaan ouwehoeren over de koers. Wil je nog meer? Voorbereiding als een prof. Zo moet het zijn. We zijn vertrokken met de Beatmobiel. Ik zit naast de Beatman. Dus we gaan er een mooi ritje van maken. Waar gaan we heen, Jackie? Eerst naar Zwijndrecht. Dan gaan we Jan-Willem ophalen. Jan-Willem niet vergeten. Maarten zit er ook al. Maarten, je zit hier in de kamer. Je even zwaaien, jongen. Yo. En daarna naar Roeselaar voor verkenning van het parcours. Zeker, een perfect dagje. Het leven als een prof. Ja, zo ongeveer. Ja. Maar Jackie, vertel eens, waarom gaat die koers in België eigenlijk door? Want overal stoppen de koersen, behalve in België. Ja, dat heb ik probeer ik al een paar keer uit te leggen. Hè. Kijk, in Nederland zijn de kerken ook open. Hè. Dan mag je met weet ik hoeveel mensen mag je de kerk in. En in België, en dan doen we dus alles om dat door te laten gaan. En in België is wielrennen gewoon religie, hè? Ja. De Ronde van Vlaanderen heet niet voor niks de hoogmis natuurlijk. Ja. Dus ja, omdat het daar een religie is, gaat alles gewoon door. En bij ons lassen we natuurlijk alles af, want zo werkt het dan gelukkig. Ja. Maar gelukkig kunnen we dus koersen in België. Dat is mooi. Nou, goed gezegd. En amen voor de koers. Zo, lekker even wezen shoppen. Iets lekkers voor de mannen. We moeten toch nog op Jan-Willem wachten. En wat is er beter dan wachten bij de camper in het zonnetje? Lekker toch, mannen? Mooiste, hè? Alleen het campingtafeltje mis nog. En anders kunnen we hier wel nachtje blijven slapen langs de snelweg. Dat ligt in de camper, hè, het tafeltje? Ja, daarom. We kunnen zo de camper in de stoeltjes pakken. Het is alleen te hopen dat van schip op tijd is. Maar. We kennen hem, hè. Snel op de fiets, maar daarbuiten. Rara, wie komt daaraan? Jawel, jawel. Ja. Van Schip. Het Van Schip kwartiertje. Oh. Maar hij had wel beloofd goed gemutst te zijn. Zoek even een goede plek op. Doe open. Wel te laat, maar wel met goed in weer. Dat was de afspraak. We gaan gelijk even in je allergie, Jan-Willem. Allergie, maar het is niet live, het is geen vlog. Het is niet live, mijn Instafame. Instafame. Het wordt vandaag gewoon goede storytelling. Gewoon avonturen delen. Nou, ik heb allemaal moppen bedacht in de tijd dat ik laat ben, dus jij moet het toch corrigeren. We gaan lekker moppen tappen in de camper. Jan-Willem moet nog even de natuur een antwoord geven, want de natuur die roept. Ja. Moet allemaal gebeuren. Hopelijk heeft hij nog trek in koffie en een taartje. En dan knallen we naar Roeselaar. We hebben onze sneltest gehad. We moeten nu even een kwartiertje wachten. De kwetsuur? Ja, gaat goed hoor. Alle vingers zitten er nog aan. Ik zou een mooie klakson op mijn fiets gaan zetten. Ja, die toeter. Ja. Safety first, hè. We zijn geslaagd. Dankjewel. Negatief. Moet ik hem hier? Doorgaan. Mag ik doorgaan? Dat is goed. Dankjewel. Dus in de grote zaal. Ik kan aan iedereen laten zien dat we er negatief zijn. Hey. En we mogen door naar de koers. Het is koers morgen. Yes. En mannen, zijn we nog een beetje negatief vandaag? Ja, fucking negatief. Die staat erop hoor. Zo. Die staat erop. Zo mannen, de kenning zit er alweer op. Wat vonden we van het parcoursje? Ja, lekker. Mooi, die kasseitjes, Stefano, die vallen wel tegen, hè? Het is waar, hè? Het is waar. Wie was daar de te kloppen man op het PK? Gilbert, hè? Dus morgen een Gilbertje doen. Goedemorgen. Het is kwart voor zeven. Om 7:00 staat het ontbijtje klaar beneden. Steenpapier schaar je moet gaan halen. Ik ben er toch niet goed in. Oh, ik ben er normaal aan het winnen. Steen,
We komen wel tegelijk, hè? 3, 2, 1. Ja, ik had nog 5. Oké, nee, doe nog een niet. Steen, papier, schaar. Ja, fuck. God. Goedemorgen. Goedemorgen, heb je al toch even geslapen? Ja, heerlijk. Kijk eens. Het is weer een vroeg dagje, kijk hier. We hebben het ontbijtje, vind je? Samen met de welp. Samen met de welp, ja. Nou ja, druk even op de knopje, Stefan. Nee, wacht. We zijn ons best aan het doen. Maar de vraag is of we het opkrijgen. Gaat het lukken, Stefano? Maar meneer is wel dubbel aan het plooien. Ja, we zijn nu al aan het afzien. Weet niet wat gezond is, wat we aan het doen zijn. Ja. Het is niet gezond, nee. We moeten onze pops nog opeten, onze Kellogg's. Dat kan toch moeilijk kwijt zijn, hè? Nee, dus. En anders nemen we het mee voor in de bus. Sterkte, kom op, hè. De finale. Voor de eerste hulp, daar is verpleegkundige Stefano. Ja, je moet hem even hier eraf halen. Langzaam, en dan nog die op dezelfde plek terugplakken. Maar dit is, wees niet bang, het gaat niet bloeden. Niet flauw vallen. Ah, Stefano, wat doe je? Mijn hast, dat zit in uw haar, hè? Ja, dat mag. Je moet van boven naar beneden. Je zit wel goed vast, ja. Wees doortrek dat ik uw haar mee heb. Ja, maar ja, dat is... Goddomme. We zijn over 2 minuten bij u terug. En we zijn weer live bij u terug. Operatie is geslaagd. Hoe is het met de kale plek in mijn hoofd? God, valt wel mee. Valt wel mee, maar... Ik ga de rood er al aan, dat weet ik. Nee, ja, de rood wachten moet je. Dus je moet het nu goed aandrukken. En dan dat rode vliesje optrekken. En dan zie je als het goed is zo'n dunne film, net zoals hier, zo heel dun. Dat moet erop blijven zitten. Lukt het? Ah, ja. Top. Ja, voorzichtig mee met je hand. Super. U bent geslaagd voor uw doktersexamen. Merci, dokter Musil. Ik had meer stress voor dit dan voor de koers, man. Luc, hebben we nog een beetje ambitie? Ambitie! Hoe zit de ambitie aan deze kant? Goed. Netjes. Al die Instafame. Oh, het wordt weer heet onder de voetjes van Jan Willem. Jonge Belgen erbij stonden terug onder meer en Stefan de Museum, die krijgen 3,5 minuut. Maar toen was het duidelijk dat het in uitdraaien van zijn eind, want de controle was strak in het peloton. Er komt een tegenaanval van een groep van 9 met onder meer de Velder daarbij, met Havik, Jotter Havik. Die kwamen bij Aski. Maar ook dat was geen lang leven beschoren. We gingen naar een sprint, sowieso. Mark zou er uiteindelijk nog wel uitkomen. Zou nog tweede worden, maar Merlier, ja. Geen maat hoor. 2 klassen te sterk in de sprint. Tjaka, het is binnen. Egon, hoe kijk jij op deze GP Monstree terug? Met een goed gevoel. We hebben het maximale eruit gehaald. Voor ons geen makkelijke koers. Dat klinkt gek, want het is eigenlijk een hele makkelijke wedstrijd. Het is een sprintwedstrijd, daar is het van tevoren al. Nou, dat is voor ons weer net het moeilijke. Wij hebben geen supersprinter. Het is moeilijk om hier weg te kunnen komen. En dan denk ik dat het maximaal eruit heb ik al 10e plaats. We zijn vaak in beeld geweest. Bij veel ontsnappingen betrokken geweest, ook op het eind. Prima gereden. Oké, Stefano, de vlucht van de dag, jij was erbij. Hoe ging dat? Ja, ik heb 1 keer meegesprongen. En Mark Cavendish zat achter mij. En ik dacht... Nu is het moment van die man gaan toch de deur een beetje goed doen voor de anderen. Dan heb ik denk 20 minuten niet meer achter me gekeken. Dan kreeg ik door dat dat al 40 seconden was en ik dacht van misschien gaan we toch eventjes voorblijven vandaag. En dan kregen we 2-3 minuten. En dan ja, de hele dag ronddraaien en afzien. Maar het was wel mooi. Goed gevoel? Redelijk goed gevoel, ja. Smaak naar meer. Ja. Oké, succes. Merci. Nog even een recap van vandaag. Jan Willem ligt al lekker uitgeteld op de bank. Maar hij zat goed in zijn energie. Hoe was het met jouw energie, Jackie? Lekker, hè? Leuke dag gehad. Zeker. Ja. Het was lekker weer ook, hè? Heerlijk in het zonnetje gestaan de hele dag. En daarna nog even lekker een pastaatje gemaakt voor de jongens, hè? Ja, de buikjes zijn weer gevuld. Nog 200 kilometer naar huis. Gewoon een goede koers gereden met z'n allen.
mannetje in de vlucht, bijna mannetje in de top 10. Wat wil je nog meer? Prima zo, op naar de volgende koers. Zo, GP Zottegem zit er weer op. Het was een mooie dag. Ik heb ervan genoten. Ik denk de andere mannen ook wel. Heel het team, ook de staf. We zaten goed in onze energie. We hebben laten zien wat we waard waren. We hebben de strijd aangegaan tegen de grote mannen. En dat is gewoon top om te doen. Ja, voor nu lekker rusten. Autootje moet ook nog even tanken. Ik moet mezelf ook nog even bijvullen. En dan is het weer de blik op Bredene Kokzijde. En al vond je dit nu een leuke video, like hem dan. En al vond je dit een super video, deel hem dan. En volg ons kanaal. En dan hoop ik je zo snel mogelijk te zien. Fijne avond. Ciao, ciao.